Ontzettend leuk dat je kijkt naar Jubilee Live, waarin we jou willen ondersteunen, willen bekrachtigen, willen onderwijzen vanuit Gods Woord, om jou te helpen in je geloofswandel, je wandel met God, God te leren kennen. En wat een geweldig avontuur is dat, hoe wij mogen groeien in geloof. Wat een geweldig pad. Ik realiseerde me nog vandaag ook hoe, hoe wat een prachtig proces dat is en hoe je voortdurend lerende bent. En, uh, en, en uh, gisteren sprak ik nog op de Bijbelschool. En, uh, en, en toen besefte ik me ook nog. En het is ook wel goed om dat te noemen. Wat ik altijd spreek, spreek ik uit grote overtuiging. Uh, maar er zijn ook zoveel gebieden waar je nog in kan groeien en aan het leren ben. je bent. Je werkt voortdurend aan het leren. En ik hoop dat je ook die hartsgesteldheid hebt van gewoon voortdurend leren en voortdurend willen groeien, omdat er zoveel meer te ontdekken is. En aan de andere kant, de dingen die je weet, mag je volledig instaan, in de volledige overtuiging, zonder enige vorm van on, onzekerheid. Uh, en, en, gewoon, en gewoon ervoor staan en er echt mee aan de slag gaan. En dat is ook wat we doen met de principes die we vanavond met je willen delen. Zoveel dingen hebben we in de praktijk mogen, mogen toetsen, mogen ontdekken. Zoveel mensen hebben mogen onderwijzen, ook in onze levens. We hebben vanuit zoveel bronnen en natuurlijk vanuit Gods Woord, omdat dat de basis is van alles, de Bijbel. Dat we vanuit daar zoveel hebben mogen leren. En we willen daaruit delen. We willen delen uit die rijkdom die tot ons is gekomen. Um, door natuurlijk de Heilige Geest. En daar bid ik ook vanavond voor. Voor de geest van wijsheid en openbaring. In de kennis van hem. Want wat je nodig hebt is de Heilige Geest. Die jou onderwijst in alle dingen. De Bijbel zegt dat hij zal jou leiden in de volledige waarheid. Dat is wat Jezus zegt als hij de Heilige Geest aankondigt. Hij zal je leiden in de volledige waarheid. En je zal de waarheid kennen. En de waarheid zal je vrijmaken. Dus ook vanavond... Of misschien luister je dit op het ochtend of op een middag, maar ook vandaag nodigen we de Heilige Geest uit om tot onze harten te spreken en ons te leiden in de volledige waarheid, zodat we mogen wandelen in de volheid. De volheid die God voor ons beschikbaar heeft gemaakt. Want er is zoveel meer te ontdekken waar jij en ik in mogen wandelen vandaag. Vandaag. Want dit is de dag van verlossing. Dit is de dag van redding. Dit is de dag van heil. Dit is de dag dat God zijn goedheid en zijn glorie wil laten zien aan jou. Wat een voorrecht. We zijn begonnen in het thema Alles is mogelijk. En ik wil vandaag spreken in dit thema Alles is mogelijk wil ik spreken over het, over het onderwerp De Wet van Geloof. De wet van geloof. De wetmatigheid van geloof, het principe van geloof. Wat de Bijbel daarover zegt. Super boeiend onderwerp. Je zal er misschien versteld van staan als je dat nog nooit hebt gelezen. Wat de Bijbel daar allemaal over te zeggen heeft. En cruciaal in het leven van een nieuwtestamentische gelovige. We gaan daar meer over, uh, over leren vandaag. Je kan je gebedsverzoek kun je vandaag ook mailen naar prayer We bidden heel graag met Je. We bidden heel graag voor Je. We staan met Je in geloof. De Bijbel spreekt daarover in Matthäus hoofdstuk 18. Wat een krachtig stuk is dat ook om even met elkaar te lezen. Matthäus hoofdstuk 18. Als je dan leest. Vanaf vers, uh, vanaf vers 19 er staat, verder zeg ik u, dat als twee van u op aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, dat het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemel is. Dat is de kracht van gebed. Dat is de kracht van gebed. Prijs de Heer, dat wij, dat wij, een, in, dat wij kunnen samenstemmen, wij kunnen eenstemmig iets verlangen. Als meerdere mensen iets eenstemmig verlangen... Als twee van u op aarde iets wat dan ook eenstemmig verlangen, dan zal het hun ten deel vallen van mijn Vader in de hemel is. God wil geven. God is een gever. Er is niemand zo vrijgevig als Hij. En daarom is het ook heel krachtig om je gebedsverzoek te delen, zodat wij ook daar samen, dat we daar met elkaar over mogen instemmen. We hebben een heel gebedsteam waar, waar deze gebedsverzoeken terechtkomen. En we bidden voor je en we staan met je in geloof. Amen. Prijs de Heer, ik wil gaan naar de kerntekst van dit thema. Die staat in Marcus hoofdstuk 9, vers 23. En als je met me meeleest, Marcus 9, vers 23 uit Gods woord, dan staat: Toen zei Jezus tegen hem: Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. Wauw, of ik iets kan doen? De vraag naar Jezus was: Oh, weet je, als u als u, ontver, u, kom met uw ontferming over mijn nood. Kom in met uw ontferming over mijn probleem. En, en, en als u dan iets kan doen, weet je, als u dan een wonder zou kunnen doen, zou u dat dan kunnen geven aan mij. En dit is ook vaak hoeveel veel christenen bidden. Maar het is Jezus die antwoordt en zegt, of ik iets kan doen? Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Voor wie gelooft. Alles is mogelijk. Nou, wat je mag weten is, Jubilee is een gemeente met meerdere locaties... Uh, en we hebben een unieke identiteit die we ook uitdragen in vijf kernwaarden. De eerste kernwaarde is de kernwaarde: wij geloven dat alles mogelijk is. Wij geloven dat alles mogelijk is. En dat doen we op basis van deze dingen. We hebben ons gecommitteerd aan Gods woord. We hebben ons gecommitteerd aan wat Jezus zegt. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. ...wetende dat de Bijbel zegt dat zonder geloof is het onmogelijk om God te plezieren... ...onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God nadert moet geloven dat hij bestaat... ...en dat hij een beloner is van diegenen die hem ernstig of ijverig zoeken. Volgens Hebreeën stuk 11 vers 6. Wetende dat Gods ogen gaan over de gehele aarde. Hij zoekt wiens hart volkomen naar hem uitgaat om hem krachtig bij te staan. Wetende dat, dat Jezus zegt, zal ik nog geloof vinden als de Zoon des Mensen terugkomt... Zal ik nog geloof vinden op aarde? Weten dus dat God zoekt naar geloof. Hebben we een commitment gemaakt als gemeente. Waarin we zeggen, wij geloven dat alles mogelijk is. We geloven in God. Dat mag duidelijk zijn. Maar we geloven, dat niet alleen. Want al deze mensen in het Nieuwe Testament, ook in de Evangeliën, Zij geloofden vaak wel in God. Zij geloofden in Jezus. Maar zij, zij hadden zozeer nog niet specifiek geloof voor Gods, voor Gods kracht. Of de manifestatie van Gods kracht. En zo leven ook vandaag christenen vandaag de dag. Zeggen, ja we geloven in Jezus. En dat zijn, noem het goed gelovige christenen. Maar ze wandelen niet in de volheid van de belofte. Ze wandelen niet in de kracht van God. Ze wandelen niet in overwinning. En ze denken dat dat erbij hoort, alsof dat sem, ook de wil van God is, dat we een soort ook een leven leven met allerlei ellende en problemen. Maar dat is niet het evangelie wat Jezus predikte. Dat is niet waarom de hele Bijbel barstens vol staat met wonderen en tekenen. Dat zou heel raar zijn zelfs, dat de Bijbel vol staat met wonderen en tekenen. Maar dat eigenlijk de boodschap is, maar dat is niet voor jou. Dat is straks, als je doodgaat, misschien straks, weet je, wel, als je dan doodgaat en je komt in de hemel als je het haalt, dan wordt het allemaal geweldig. Dat is niet de boodschap die Jezus bracht. Jezus zei: Ik ben gekomen omdat je leven hebt en dat in overvloed. En hij kwam om te genezen, hij kwam om te verlossen, hij kwam om te bevrijden en hij kwam om zijn Heilige Geest te sturen. En hij zei: Je zal kracht ontvangen als de Heilige Geest over je is gekomen. En met die kracht zul je uitgaan en je zult wonderen doen. Als je in mij gelooft, zegt Jezus, zul je dezelfde werken doen die ik deed, en nog grotere dan deze. Dus we zien dat Jezus is voortdurend zijn discipelen en alle mensen die hem volgen aan het mobiliseren. Eerst de twaalf stuurt hij uit, vervolgens de zeventig stuurt hij uit. Hij mobiliseert zijn stuurt uit om dezelfde werken te doen die hij deed. Het is tijd dat jij en ik gaan begrijpen dat wij worden uitgezonden. Dat het zijn bedoeling is, dat het de bedoeling van Jezus is, want hij is dezelfde. Hij is niet veranderd. Jezus is niet nu anders als dat hij toen was. De Bijbel zegt heel duidelijk, Jezus Christus is dezelfde. Gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Dat is wat de Bijbel zegt en wat je kunt lezen in Hebreeën. In Hebreeën hoofdstuk. Ik zoek hem even voor je op: hoofdstuk 13, vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Wat betekent dat? De Jezus die hij toen was... die hij liet zien, dit is, dit is wie ik ben. Dat is de Jezus die hij vandaag is. En wie hij altijd zal zijn. En hij is dezelfde. En hij doet wonderen en tekenen. En er is hoop. En wij mogen hem leren kennen zoals hij zichzelf bekend maakt. Jammer genoeg zijn, wij, zijn veel christenen... zijn een soort op een zijspoor terechtgekomen... omdat we onderwijs hebben gekregen waarom het misschien niet werkt. Of dat dat voorbij is. En dat we voorzichtig moeten zijn met deze dingen. En het is allemaal... Zijn niet de woorden van Jezus. Dat is wat Jezus nooit gezegd heeft. Oh, je moet voorzichtig zijn hoor met de kracht van het evangelie. Dus no Jezus heeft dat nooit gezegd. Dus dat is een andere doctrine. En ik, ik, als ik het even heel krachtig mag zeggen, ik haat doctrines die niet gedragen worden door de Heer Jezus Christus zelf. Die haat ik. Waarom? Ik weet dat dan de bron is niet Als de bron niet Jezus is, is de bron de duisternis. En de duisternis is erin geslaagd, jammer genoeg, ook in het leven van veel christenen om doctrine's en gedachten goed binnen te brengen. Leugens onder het mom van religie, onder het mom van Bijbel, onder het mom van, van uh, een geleerde... ik heb de Bijbel onderzocht en ik ben tot deze conclusie gekomen... waardoor mensen in een keer passief zijn geraakt in hun geloof. We gaan vandaag zien dat God dat helemaal niet verlangt. God verlangt dat we begrijpen wat de wetmatigheid van geloof is en hoe geloof werkt... en dat het een wet is en dat God verlangt dat we daarin wandelen. Dus in, deze, in dit thema van Alles is Mogelijk willen we onze eerste kernwaarde als gemeente willen we ook onderstrepen en bekrachtigen. Wij geloven dat alles mogelijk is. We willen het kracht bijzetten. Oh man, denk nog eens aan die man met die maanzieke jongen in Marcus 9, zoals net gelezen. In de versen daarvoor lees je dat de man komt. Als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. O, oh, die afwachtende houding. Wat verlangt de Heer Jezus Christus dat we daar afscheid van nemen? Die afwachtende passieve houding. Als u iets kan doen. Natuurlijk kan hij wat doen. Als we zo tot God komen, als u iets kunt doen, als u iets wilt doen. Dat is niet een houding van geloof, dat is een houding van twijfel. Het is een beetje dat programma wat je vroeger had: doet hij het of doet hij het niet? Ik maak er even een beetje een grapje van, want zo belachelijk is het ook. Weet je wel? Van nou, misschien doet hij het wel, misschien doet hij het niet. Dat is niet wie God zegt die, wat hij is. Hij zegt elke belofte zijn in Christus Jezus ja en amen. En of het is waar, of gooi je Bijbel weg en kies een andere religie die je wel gelooft. Om maar even heel bot te zijn daarover. Ik wil, je niet, ik wil je niet beledigen. Maar het punt is, wij zitten soms vast in religie. Wat ik je wel wil doen, ik wil je een soort shockeren. Uit, uit religie. En uit elke vorm van ongeloof. En soms tradities waar we jarenlang in zitten. Zonder het door te hebben. Want we zijn er soms in, in, in ingerold en daarin opgegroeid. Maar we, zijn, we hebben niet geleerd om het woord van God te geloven zoals het er staat. Weet je, en, dus, en we hebben dus veel christenen die hebben een soort in hun gebed ook een noodroep om medelijden. Uh, en, en, en Jezus' antwoord is gewoon heel confronterend. Hij legt de bal terug bij deze, de, bij deze man. Jezus zei toen: Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. Alles is mogelijk voor wie gelooft. En dat is wat, wat Jezus nog steeds zegt. Of ik iets kan doen? Dat is niet de vraag. Hij kan het wel. Hij zegt: Alles is mogelijk voor wie gelooft. En de vraag die jij je vandaag zou kunnen stellen, is: Wat houdt mij tegen om te geloven? Wat houdt mij eigenlijk tegen om te geloven? Waarin voel ik mij nou beperkt? Waarom merk ik een beperking in mijn geloof? Waarom zit ik soms zo passief in de wedstrijd? Waarom zijn mijn gebeden zo afwachtend? Heb je er wel eens over nagedacht? Waarom is dat zo? Waarom is dat zo? Want als je de oorzaak kunt erkennen en je kan beseffen denken, waarom je zit in dit soort patronen, kun je er ook aan werken, kun je het veranderen en kun je gaan wandelen in het geloof wat God zoekt in ons hart en ontvangen wat Hij voor jou heeft. Halleluja. Wat je zult merken is vaak zijn het bolwerken in ons denken. Het zijn leugens in ons denken die daar al lang geleden geplant zijn of gevestigd zijn. De Bijbel noemt niet voor niks bolwerken, noemt dat woord bolwerken. En dat zijn leugens die daar zitten en dat zijn soort gedachtegoed, dat zijn, die wij, dat zijn, uh, ge, dat zijn gedachten die wij aannemen als waarheid... En dat, 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 dat is als een burg, als een bunker, staat dat vast in ons leven. En dat bepaalt ongeveer de kleur en de cultuur van ons leven. En zo'n bunker, zo'n leugen kan zijn: Ik ben niet goed genoeg, ik ben het niet waardig dat God iets voor mij doet. Dat kan zo'n bunker zijn. Ik voel mij niet waardig, ik heb het niet verdiend. Ik ben, ik ben eigenlijk een mislukkeling. Ik ben een, ik, ben, ik ben een zondige mislukkeling. Als je zo komt, dan, dan, als je, dat kan een bolwerk zijn. Terwijl de Bijbel zegt dat wij gerechtvaardigd zijn. Wij zijn geheiligd. Wij zijn schoongewassen, zegt het woord van God in 1 Corinthians 6, vers 11. Dus wij waren eens zondaar. ja. Maar door ons geloof in de Heer Jezus Christus is er iets veranderd in ons leven. We hebben hem aangenomen als Heer. De Bijbel zegt, we zijn opnieuw geboren. We zijn opnieuw geboren, we zijn een nieuwe schepping geworden. En al deze dingen, wij botsen dan. De waarheid van Gods woord die botst soms aan tegen bolwerken die wij in ons hart hebben. En, en, maar gelukkig zegt Paulus ook in 2 Korinthous stuk 10: de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. De Wapens, God zegt, Hij heeft, de woord van God zegt, aan ons zijn wapens gegeven. waardoor wij bolwerken in ons leven, in ons denken. die ons wegproberen te houden van wie God werkelijk is. en hoe God zich werkelijk bekend maakt in zijn woord. die die bolwerken af kunnen breken. We hebben wapens daartoe gekregen. Want wij breken, zegt Paulus. wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte, of elke hoge gedachte. of elk argument wat zich verheft. Tegen de kennis van God. Tegen het woord van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Wat nemen we gevangen, zegt hij? Wij nemen gedachten gevangen. Jij en ik, wij moeten leren om onze, in ons gedachtenwereld orde aan te brengen. Dit is terminologie van justitie. Hè? Gevangen nemen. Bolwerken, burgten, bunkers. Dat zijn militaire principes, de wapens van onze voeren. Paulus spreekt hier heel duidelijk over een geestelijke strijd die er bezig is. En die geestelijke strijd is in jouw leven even reëel als het is in mijn leven. En waar bevindt die geestelijke strijd zich? In ons denken. De Bijbel zegt daar zijn bolwerken, daar zijn overtuigingen, daar zijn beredeneringen. daar zijn denkpatronen die geworteld zijn niet in het woord van God, maar gebaseerd op leugens. Uit allerlei hoeken kunnen die komen, maar ze verheffen zich. Zichzelf, die bolwerken in ons denken verheffen zichzelf. Tegen de kennis van God. En het houdt ons weg van de belofte. Het houdt ons weg van de kracht van God. Het houdt ons weg van een leven geleefd in volheid. Het houdt ons weg van de boodschap die Jezus predikt: Ik ben gekomen dat jij leven hebt in dat in overvloed. En lieve broer, lieve zus, waar verandert het? Waar, waar is de kentering? De kentering ontstaat als een persoon zegt: Ik weiger vanaf vandaag nog langer mezelf te laten beperken. door leugens in mijn hoofd, door leugens in mijn denken. Door bolwerken die mij klein proberen te houden. Door satanische doctrines die niet in lijn zijn met het woord van God. Elk hoog ding. Valse redenering en elk hoogte, elk hoog ding en elke doctrine die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen. Krijgsgevangen, dat zegt de Engelse Bijbel. Wij nemen krijgsgevangen, Diegene, uh, elke gedachte. En wij brengen die gedachte brengen we in de gehoorzaamheid aan Christus. Wij onderwerpen die gedachten. We zeggen: nee, deze gedachte van Twijfel, sta ik niet langer toe. Nee, deze gedachte van passiviteit, sta ik niet langer toe. Deze gedachte van zelfmedelijden, sta ik niet langer toe. Nee, deze gedachte van passieve religiositeit, sta ik niet langer toe, want het is niet in lijn met het woord van God. De man, de vader van de maanzieke jongen, die voelde hem ook. En die riep terug naar Jezus. Uh, weet je wel, uh, hij riep uit: Ik geloof, ik geloof. En daar is de kentering. Het begint daar waar we zeggen: Oké, okay, ik kap ermee om nog langer te twijfelen. Ik kap met mijn afwa afwachtende houding. Ik kap met mijn slappe mijn slappe geloze leven, mijn afwachtende, mijn afwachtende gebeden, die niet in lijn zijn met God, die in dat opzicht soms een klap in het gezicht zijn van Jezus, heeft hij niet de prijs betaald? Was het niet goed genoeg, zijn volbrachte werk? Het is af en toe een klap in het gezicht van Jezus als je ziet met wat voor minderwaardigheid of soms wat voor ongeloven, wat voor twijfel wij tot God naderen. En de man maakte een besluit. Ik geloof. En daar verandert het ook in jouw leven. Alles verandert in jouw leven. Op het moment dat jij het besluit maakt, zoals die vader van die maanzieke jongen het besluit maakte: Ik geloof. Ik ben niet langer een twijfelaar. Ik ben niet langer eentje die zit in angst. Ik ben niet langer een persoon die gebonden zit in zonde. Nee, ik geloof. En ik geloof in de Heer Jezus Christus. Ik geloof in het woord van God. Ik geloof dat het woord van God nu waar is. Ik geloof dat het waar is. Ik geloof dat het waar is wat Jezus zegt. Ik geloof Jezus. Man, als ik sta voor zijn troon, als ik sterf, als ik kom te overlijden of Jezus komt terug, maar ik kom voor hem, dan wil ik tot het besef komen: van ja, ik heb u geloofd op deze aarde. Ik heb u geloofd. Ik wil dan niet tot het besef komen: jongen, jongen, ik heb de plank helemaal misgeslagen in mijn leven. Nee, ik wil, ik wil erachter komen. Ik heb Hem behaagd. Ik heb Hem plezierd in mijn leven. Want ik heb de Heer vertrouwd en ik heb Hem geloofd. En ik heb, ik, heb, ik heb alles wat in mij is. Met alles wat in mij is, heb ik me uitgestrekt om te wandelen in, de, in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Halleluja. En ik heb het zoveel mogelijk mensen heb ik het weten, heb ik het geprobeerd te vertellen en mee te delen en te bereiken met dit goede nieuws. Halleluja. Deze man maakte de keuze. Ik geloof, zoals jij en ik dat besluit elke keer mogen maken. En zeggen: ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Dat zou een goed ding zijn. Hè? Dat je realiseert, oh man, ik heb echt hulp nodig met dat ongeloof van mij. En daarom is het ook zo goed om jezelf te vullen met het, met het woord van waarheid en het woord van God. Vervolgens vert, voltrekt zich een geweldig wonder. De jongen wordt, wordt, wordt gezond, eh, demonen worden uitgedreven. Krachtige manifestatie van Gods glorie en heerlijkheid. En dan vervolgens dan zie je ook dat Jezus die verwijt ook nog eens de discipelen, verwijt, ook nog eens, uh, verwijt het hun vanwege hun ongeloof. Want Jezus die zegt ook: man, wees niet ongelovig, wees gelovig. De bottom line hier is: Jezus zoekt geloof in ons hart. Jezus zoekt geloof in ons hart. Zodat wonderen en tekenen kunnen gebeuren. En zodat vervolgens dus God verheerlijkt wordt. We gaan dit zien in het woord van God. Je zal zien, het is een consistente lijn in de Bijbel. Veel Christenen die zeggen ja, maar ik geloof toch al. Maar ik bedoel, daarom ga je naar de kerk, of daarom ben je lid van een kerk, of daarom ben je christelijk opgevoed. Ja, natuurlijk, ik geloof, geloof je? Ja, ik geloof. Maar geloof je dan? Ja, ja, ik geloof in God, ik, ik geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, maar wat betekent dat? Want heel veel Christenen hebben geen begrip van de wetmatigheid van geloof. De vraag is: ken je de principes van geloof? Ken je de wetmatigheid van geloof? Weet je hoe geloof werkt? Hoe geloof werkt. Ja, je gelooft toch gewoon. Wij, ja, dat, dat deden wij van huis uit. Wij geloven. Nee. Weet je wat de Bijbel zegt over geloof? Als Jezus het. We hebben in de Nieuwe, je hebt het Oude Testament en dan heb je de wet en de profeten. Maar zeker de wet of de tien geboden. Dat kennen we allemaal. In ieder geval mensen met christelijke achtergrond. We kennen de tien geboden. Maar het Nieuwe Testament staat ook vol met geboden. Jezus komt met andersoortige geboden. Hij komt met eigenlijk de belangrijkste dingen van de wet. Weet je wel, de hele wet en de profeten hangt op, op, op de, de belangrijkste geboden. Heb de Heer uw God lief met geheel uw hart, uw kracht en alles wat in u is, met geheel uw macht. En weet je, je, je ziel en je zaligheid en je naast als jezelf, daar hangt de hele wet op. Maar Jezus komt ook met nieuwe dingen, nieuwe geboden. Hij zegt bijvoorbeeld: heb geloof in God. Marcus 11, vers 22. Er zijn. Nieuwe instellingen die Jezus brengt. en wat die van toepassing zijn op de nieuwtestamentische Gelovigen. En wij moeten weten hoe deze dingen werken. want hij wilde zijn discipelen wilde hij daarin brengen. En hij leerde zijn discipelen dus te wandelen. in zijn kracht en in zijn heerlijkheid en in zijn glorie. En hij zei, hij bidt zelfs in Johannes hoofdstuk 17. voor diegenen die door hun boodschap tot geloof zouden komen. Het was de bedoeling, dit was de grote opdracht. ook voor de discipelen: maak al de volkeren tot mijn discipelen. En waar het een beetje op lijkt vandaag de dag, is dat wij weliswaar, dat mensen, dat alle christenen weliswaar discipelen worden genoemd van de Heer Jezus Christus. Maar het is een soort, soort verwaterde versie, een, 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 een niveautje tien onder nul, als je het vergelijkt met de discipelen in het Nieuwe Testament... Het lijkt erop, met, met het, hoe het is doorgegeven, dat er steeds meer water bij de wijn is gedaan. Dat het evangelie hier en daar is aangepast. Dat de kracht eruit is gehaald. Dat er de radicaliteit van het evangelie er is aangepast. Het is allemaal, het is allemaal weggehaald. Nee, ja, dat is niet meer voor nu. Nee, dat moet je toch anders zien. Nee, zo moet je er. De... Het lijkt erop alsof de farizeeën en de schriftgeleerden alles hebben overgenomen. Dat we zitten ondertussen in allerlei religieuze machtsstructuren. Waarbij eigenlijk niet meer, niet meer zo zichtbaar is wie de Heer Jezus Christus werkelijk is. En als dat zo is in je leven, is het tijd om je te realiseren dat er het, dat het, dat het werk aan de winkel is. Het kan niet zo zijn dat we wel de vorm hebben, maar niet de kracht. Want dan zitten we vast in religie. Dan zitten we vast in religie. En God wil ons vrij hebben van religie. En, en, ik, en ik zeg dit niet om mensen te beledigen of te veroordelen en te zeggen, oh, doe jij het dan goed? Dat is helemaal mijn hart niet, om dat om de, op die manier te zeggen. Ik zeg alleen dat er gewoon dingen. Ik heb dingen mogen ontdekken in mijn eigen leven ook. En, en het is mijn hart voor elke christen om te wandelen in de volheid van God. En ik heb zelf daar al mooie dingen in mogen ervaren. En ik, ervaar dat er, en ik geloof dat er nog veel meer is te ontdekken en veel meer te ervaren. Maar ik weet ook dat zoveel mensen gevangen zitten. Zoveel christenen gevangen zitten in onwetendheid of verkeerde doctrines. En het is tijd dat dat ontmanteld wordt. Want het is namelijk de tactiek van de vijand geweest om het lichaam van Christus te verlammen. Maar dit is een tijd, geloof ik, waarin het lichaam van Christus weer op gaat staan. Met de waarheid van Gods Woord. Die afscheid neemt van elke vorm van passiviteit en religiositeit en weer gaat wandelen in de kracht van het evangelie. Want er is maar één evangelie. En het is een evangelie van kracht. Zoals. Paulus zegt in Romeino, stuk 1, vers 16, want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet. Want het is de kracht van God. Wat is het Evangelie? De kracht van God. Het is geen mentale boodschap, het is geen theorie, het is geen geschiedenis. Het Evangelie is de kracht van God tot behoudenis. Dat woord behoudenis, soteria, is het woord wat staat voor genezing, bevrijding, behoudenis, eeuwig leven, het Gods. Soort leven zoals hij het heeft bedoeld. Het is de kracht van God. Paulus zegt op een andere plek ook: Hij zegt: Het koninkrijk van God is niet alleen in woord, maar het is in kracht. Kracht. Als ik alleen de vorm heb en niet de kracht, dan zit ik vast in religie en dan heb ik geen relatie met de Heer. En dat is eigenlijk waar God ons niet in wil veroordelen, maar waar God ons uitnodigt om te gaan wandelen vanuit relatie... dat onze ogen geopend worden om te zien... Gods wil is jouw genezing. Gods wil is jouw bevrijding. Gods wil is jouw voorziening. Gods wil is dat de goedheid van God zichtbaar wordt in jouw leven. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor jou. De duivel is een vuile leugenaar. Jij bent gemaakt om op hem te trappen. Jij zal op schorpioenen en op slangen zal jij treden. En over de hele legermacht van de vijand. We hebben het net gelezen over de wapens die God je heeft gegeven. Heb je ooit geleerd? Om wapens te gebruiken in het Evangelie? Heel veel christenen niet. En hoe kan dat nou? De Bijbel staat er vol van. Wij zijn bewapend, tot met de hand en tand zijn we bewapend in de geest. En het is tijd dat we onze positie innemen, want deze terminologie geeft al aan: we zitten in een strijd. En als wij niet weten onze wapens te hanteren, en we weten niet te staan in de autoriteit die Jezus ons heeft gegeven, en we weten niet te wandelen in de kracht van de Heilige Geest, dan leven we in een zwak evangelie. En dat is niet een evangelie. Het evangelie bestaat niet in zwakte. Het evangelie is alleen een evangelie in kracht. Halleluja. Ik ervaar dat ik tegen wat mensen aan het spreken ben. Niet tegen iedereen zal dit misschien je aanspreken. Maar ik ervaar dat ik bij wat mensen in hun harten echt dingen aan het losmaken ben. Wat zegt de Bijbel ons drie keer? God zegt in de Bijbel: zegt hij ons drie keer hetzelfde. En meerdere dingen, maar dit is er eentje. Habakkuk 2, vers 4. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Hij zal vanuit zijn geloof leven. Hij zal leven vinden vanuit zijn geloof. Zijn leven zal bepaald worden door zijn geloof. Dit is wat God zegt. De rechtvaardige, wie is dat? De rechtvaardige is diegene die Jezus Christus hebben aangenomen als Heer en Verlosser. Omdat Hij ons rechtvaardig heeft verklaard, niet door werken van de wet, maar door geloof in Christus Jezus. De rechtvaardige zal vervolgens uit zijn geloof leven. Zijn leven zal bepaald worden door zijn geloof. Hij zal leven vanuit zijn geloof. In Romeinen 1, vers 17 lezen we exact hetzelfde. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is. En Paulus refereert naar nou Habakkuk 2, vers 4. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven, aangevuurd door zijn geloof. Levend vanuit zijn geloof, gestuurd vanuit zijn geloof, bepaald vanuit zijn geloof. En niet, dat betekent niet alleen het moraal. Ja, we hebben een bepaald moraal, bepaalde dingen doen wij niet, bepaalde dingen doen wij wel. Nee, en dat is leven uit de wet. Dat is leven uit de wet. En hier staat niet leven vanuit de wet. De rechtvaardige zal uit de wet leven. Deze dingen doen wij niet, want dat mag niet als christen. Deze dingen doen wij wel, want dat moet als christen. Dat is leven uit de wet. Maar de Bijbel zegt niet: de rechtvaardige zal uit de wet leven, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is heel wat anders. Gaan we vanavond ook zien. Gaan we vandaag ook zien. En ik ga het in twee delen onderwijzen. Dus ik ga vandaag deel 1 onderwijzen en de volgende keer deel 2. Maar de rechtvaardigen zal uit het geloof leven. volgende vers, wat ik ga, met je, uh, ga behandelen met je, Galato stuk 3 vers 11. Exact hetzelfde wat Paulus nog een keer het zegt. En het is niet alleen Paulus die het zegt, het is de Heilige Geest die het inspireert. En die dingen drie keer zegt. Toen ik, vroeger, vroeger, toen ik nog kind was en ik werd opgevoed door mijn ouders, prijs de Heer voor die tijd... Uh, weet je, als mijn ouders iets drie keer zeiden, dan wist ik dat ik heel goed moest opletten. Dat dit wel heel erg belangrijk was. Nou, Dit staat drie keer in het woord van God. God wil duidelijk maken dat dit is wel heel erg belangrijk. Gelatoostik 3 vers 11. Dat niemand voor God als rechtvaardig geldt omdat hij de wet naleeft, is volkomen duidelijk. Want de rechtvaardige zal leven door geloof. Hmm dat niemand voor God als rechtvaardig geldt omdat hij de wet naleeft, is volkomen duidelijk. Het is duidelijk dat het is niet door de wet dat wij redding of behoudenis krijgen. Niet doordat we ons houden aan de wet, dat we zeggen, oh, nou ben je goed genoeg. Nee, 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 nee. Dat doet niks. Dat voegt niks toe aan je redding. Dat voegt niks toe aan je verlossing. Dat voegt niks toe aan Gods liefde voor jou. Dat voegt niks toe aan het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Het is immers, immers enkel en alleen door geloof. En de rechtvaardige zal leven door geloof. Aangevuurd vanuit zijn geloof. Gedreven vanuit zijn geloof. Zijn leven invullinggevend vanuit zijn geloof. Wat is geloof? Wat is dan dit geloof waar we het over hebben? Hoe belangrijk zou het moeten zijn voor jou en mij. Dat wij de principes van geloof kunnen opdreunen. Dat wij hierdoor leven. Want wij leven blijkbaar niet meer door de wet. Maar we leven door geloof. En wat betekent dat dan? Als dat twee totaal verschillende werelden zijn, zoals Paulus net aangeeft, wat betekent dat dan voor mijn leven vandaag? Want dat geloof waar we het over hebben, dat gaat, van, ik, dat gaat veel verder dan alleen ik geloof in de Heer Jezus Christus als de zoon van God. Alhoewel dat het fundament is. Geen ander fundament kan iemand leggen dan dit fundament, de Heer Jezus Christus zelf. Maar dat is inderdaad het fundament. Nou, als het fundament er ligt, heb je nog geen huis. Het is superbelangrijk, want je kan van alles bouwen, maar als het fundament er niet ligt, alles stort in. Maar als alleen. Bij ons achter hebben ze al een hele tijd, al, 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 al jaren nu. Is het fundament gestort, bij ons aan de andere kant van de straat. Een fundament gestort van een schuur die daar gebouwd gaat worden. En het ligt al jaren ligt alleen een fundament. De kinderen vinden het hartstikke leuk, want het is dat gestort beton, super glad. Dus als je het hebt over, over stepjes en skates en skiers en zo. Man, dat gaat als een malle. Het is echt een, schuur, een stevige oppervlakte, een grote, grote schuur. En, en uh, 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 weet je, groter, groter dan het podium. Ik denk wel twee keer of drie keer zo groot. Dus ze kunnen daar heerlijk op spelen. Maar eigenlijk is het niks. Het is een soort gladde baan. Het is een krachtig fundament, dat zal het zeker zijn. Maar er staat nog niks. Het enige wat je doet, en iedereen die heeft deze neiging, op het moment dat je het fundament ziet, dan zeg je: Oké, okay, ik ben benieuwd, wat ga je bouwen? Wat ga je bouwen? Het is nog nooit zo gebeurd dat ze zeiden van... jongen, mooi hè, dat fundament daar. Nee, niemand. Wat ze, wat ze zo mooi vinden hiervan is dat ze eigenlijk zeggen van... wauw, dat fundament is betekenisvol, ik ben benieuwd wat ze gaan bouwen. En hetzelfde geldt voor jou en mij. Het is geweldig dat je gelooft in de Heer Jezus Christus, maar dat is slechts het fundament. De vraag is nu, en zo kijken de engelen en God en, en, en de Heilige Geest en, en iedereen die kijkt toe... En die kijken toe en denken, wauw, het fundament staat in je leven. Je gelooft in de Heer Jezus Christus. Gefeliciteerd, je hebt een geweldig fundament. Er is geen ander fundament. Je hebt het fundament. Halleluja. Wat ga je bouwen? Want een fundament wordt neergelegd om iets te kunnen bouwen. En dat is waar ons geloof, dus dat we begrijpen dat dit is het geloof, begint bij de belijdenis. Ik geloof in de Heer Jezus Christus als Heer. Maar dan begint het pas, want nu ga je bouwen. En heel veel christenen die komen tot geloof, hebben een fundament, leven hun hele leven op een kaal fundament, zou je kunnen zeggen. Ze bouwen niks op het fundament. Ze bouwen niks op het fundament. Ze zijn behouden, ze hebben eeuwig leven, ze geloven immers in de Heer Jezus Christus. Maar was dat de bedoeling van God? Dat we alleen het fundament zouden ontvangen. Hoe belangrijk het ook is. Hoe belangrijk het ook is, de bedoeling van een fundament is dat er een prachtig huis op wordt gebouwd of een schuur of iets waar je wat mee kan, iets wat, wat invulling krijgt, iets waar je op kunt wonen, waar je in kunt leven, waar je in kunt werken. En dat zijn de lessen van geloof en de wetmatigheid van geloof waar we over willen leren. Met alleen het fundament is het nog niet af. De basis staat, prijs de Heer daarvoor. Maar nu is het tijd om te bouwen. De rechtvaardige zal leven vanuit zijn geloof. Hij gaat nu bouwen op dat geloof. En hoe bouwen we? En dat bekijken we in deze studie. En ik wil met je praten over de wet van geloof. De wet van geloof. Velen van ons denken aan de tien geboden als we het hebben over de wet. Ja, weet je, de wet, ja, als we het hebben over de wet, hebben we het over de tien geboden. En dat wordt ook vaak genoemd in de Bijbel. Dus er wordt ook vaak gesproken, als er wordt gesproken in de Bijbel, dan wordt er ook wel gerefereerd naar de wet. De wet of de wet van Mozes. En soms zijn dat de eerste vijf boeken, weet je wel, de Torah. De eerste vijf boeken van de Bijbel. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Of de wet, refereert naar de tien geboden. Dat is ook zo. Maar, en het probleem daarvan is ook nog eens, veel mensen leven nog onder de wet. We hebben het net al gelezen dat dat niet de bedoeling is. In het Nieuwe Testament niet. In het Nieuwe Testament niet. Nee. Als je leeft onder de wet, dan is er geen behoudenis. Dat is een vreselijke positie om in te leven. Dat was het Oude Testament. Dat was een hele andere bedeling. Hele andere bedeling. Is de wet dan verkeerd? Nee, zeker niet. Maar de Bijbel leert ons wat anders in het Nieuwe Testament. Deze dingen moeten voor ons duidelijk zijn. Deze dingen moeten voor ons duidelijk zijn vanuit Gods woord. Wij moeten inzicht hebben in Gods woord over deze dingen. De Tien Geboden zijn geweldig goed, maar de Tien Geboden zijn niet gemaakt voor de wederomgeboren christen. Het gaat je aantonen vanuit God's woord, maar dat is echt een misvatting als je denkt dat de Tien Geboden van de Tien Geboden zijn er om zonde te kennen, opdat wij zonde zouden kennen. De Bijbel zegt Jezus Christus is het einde van de wet. Als Jezus Christus in je leven is gekomen als Heer en Verlosser, de Bijbel zegt dan is dat het einde van de wet. Dan begint er dus iets nieuws. De Bijbel zegt je bent of onder de wet of je bent onder genade. En genade ontvang je door geloof. Dus je functioneert of functioneert onder de wet of je functioneert vanuit, vanuit geloof. En daarmee vanuit genade. Dit zijn cruciale, cruciale uh, 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 principes in de levens van een christen. Lees het met mij mee in, in, in Romeino, stuk 6, vers 14 bijvoorbeeld. Romeino, stuk 6, vers 14. Deze dingen die ik tegen je zeg, die staan er al 2000 jaar. Het is niet iets van, oh wauw, dit is iets nieuws, iets moderns. Nee, dit is juist iets, iets wat we moeten herontdekken omdat het door de loop van de eeuwen vaak verloren is geraakt. Romeino, stuk 6, vers 14, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. U leeft niet onder de wet. U leeft niet vanuit de wet. U leeft vanuit genade. En u zit in een positie, zegt de Babelier, lees het hele hoofdstuk maar van Romein hoofdstuk 6, dat je gestorven bent aan de zonde, de macht van de zonde. Een zondaar heeft de wet nodig. Onze maatschappij met ongelovigen, die heeft de wet nodig. Die heeft het, het moraal van de wet, hebben we nodig in de wetgeving van ons land. De wet is er voor overtreders. De wet doet ons zonde kennen. En zonde, de wet is eigenlijk de richting aanwijzen tot de Heer Jezus Christus. Maar op het moment dat wij de Heer Jezus Christus aannemen, worden wij verlost van de macht van de zonde. De Bijbel zegt je laat je dopen door onderdompeling. Dit is dat woord baptizo, wat in het Grieks letterlijk betekent onderdompelen. Je laat je onderdompelen. En de Bijbel zegt je wordt een nieuwe schepping. Staat in 2 Korintho, stuk 5 vers 17. Een nieuwe schepping. Zie, je, het oude is voorbij gegaan. Alle dingen zijn nieuw geworden. Je bent een nieuwe schepping. Sprak Jezus in Johannes stuk 3 niet over opnieuw geboren worden. Nicodemus, een bijbelleraar, bene. een schriftgeleerde, zegt ja, hoe kan dat nou gebeuren? Hij zegt, begrijp je deze dingen niet? Snap je het niet? En zo kunnen we zien dat zelfs de meest geleerde mensen in het woord van God, schriftgeleerden, die helemaal kennen de schrift van Haven tot God, die begrijpen heel vaak de geestelijke principes niet. En dat is een kwalijke zaak. Jezus neemt het Nicodemus ook, die wast hem aardig behoorlijk de oren. Hij zegt: Je moet opnieuw geboren worden. Je moet geboren worden vanuit de geest. Anders zul je het koninkrijk van God nooit binnengaan, je zal het nooit kunnen zien. Dat is echt een hele cruciale boodschap daar. Op het moment dat wij het koninkrijk van God binnengaan, dan functioneren wij in een ander systeem. We functioneren niet meer onder de wet. We functioneren vanuit genade, we functioneren vanuit geloof. En de vraag aan jou vandaag kan zijn, leef je nog onder de wet? Of leef je onder genade? Je kan niet uit beide leven. Je kan niet uit beide leven. Het zijn twee verschillende werelden. Je kan niet uit beide leven. Dan ben je verward en dan zul je niet doeltreffend zijn. Je staat op twee uiteen drijvende schotsen. Ik zit ook te kijken naar de tijd, maar ik ga een ik ga, ik ga start maken. Laten we eens lezen over waar het begint over de wet. Eh, lees... Lees hier ook de tien geboden. En uiteindelijk ook wat iets zegt over de wet van geloof. Ik moet dit aanhalen. We gaan hiermee eindigen de, de studie van vanavond. En dan ga ik, de volgende keer pak ik, hem, pak ik hem hier weer op. Maar laten we eens lezen in Romeino stuk 3. In Romeino stuk 3. En dan vanaf vers 19. Romeino stuk 3. Vanaf vers 19. Er staat het volgende: Wij weten nu dat alles wat de wet zegt. Zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Wat staat hier? Oké, okay, er is een wet gegeven en die wet is gegeven voor een bepaalde tijd en voor een bepaalde groep. En alles wat de wet zegt, dat is geschreven voor een specifieke doelgroep. Opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Oké, okay, dus de wet is gegeven. En de wet doet ons blijkbaar zonde kennen. En de wet is standaard, want God is heilig. En die geeft richtlijnen van wat juist is en wat niet juist is. Wat zuiver is en niet zuiver. Wat heilig is en niet heilig. Wat onrein is en rein. Al deze dingen worden onderscheiden in de wet. En het zorgt ervoor, als wij daarnaar kijken, komen we tot de conclusie. Ja, de hele wereld komt tot de conclusie, als zij de wet van God zien, wij zijn doenwaardig. Wij voldoen niet aan de standaard van God. Wij voldoen niet aan de standaard van God. Voor wie is dat geschreven? Voor de hele wereld. Voor iedereen die leeft in de macht van de zonde. Waar de zonde nog regeert. Dit is wat God wilde doen. Want als wij onszelf kunnen onderkennen als zondaar... dan kunnen we ook onze nood kunnen wij erkennen voor een redder. Voor een verlosser. Zonder de wet is er ook geen veroordeling voor zonde. En kun je zelf bepalen wat goed en kwaad is. Maar de wet... Zorgt ervoor dat wij allen tot de conclusie komen. Vanuit onszelf en vanuit onze zondige natuur kunnen wij niet bereiken de standaard van Gods heiligheid. Wij zijn een zondaar. En een zondaar, dat woord betekent je doel missen. Ik mis mijn doel. Ik ben gemaakt als mens naar het beeld en gelijkenis van God, maar ik voldoe niet. Ik zit onder de macht van de zonde. Ik wil wel, maar ik kan niet. Ik verlang wel, maar binnenin mij zijn ook allerlei verlangens die me juist daarin wegtrekken. Ik ben eigenlijk, ik word heen en weer gesleurd, ik word verscheurd van binnen. Oh, ik heb een verlosser, ik heb een redder nodig. Vers 20. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees of geen persoon, geen lichaam, geen mens voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Oké, okay, de Bijbel zegt hier iets wat hij niet alleen op deze plek zegt, maar eigenlijk in een, een lijn is door heel de Romeinenbrief heen. Maar ook hier wordt ook over gesproken in Galaten: heel duidelijk in Galaten ook. Maar daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Dit is een, bijzonder, een bijzondere waarheid. Wij moeten dus weten, zelfs al zou ik mij helemaal aan de wet, ik zou mijn leven toewijden aan de wet en ik zal daar, daar volgens leven. En ik zou zeggen, oké, okay, ik heb het verkeerd gedaan, maar vanaf nu breng ik alles in lijn met de wet van God en ik hou me aan de tien geboden. En ik doe datgene wat goed dan is in de ogen van God en ik zet alles op alles om dat te doen. De Bijbel zegt, het resultaat zal nog steeds niet zijn dat je gerechtvaardigd wordt. Door je te houden aan de wet, word je niet rechtvaardig verklaard. Betekent niet dat je dan in één keer, oh je doet het goed, nou kan je komen voor Gods tegenwoordigheid. Want nou voldoe je aan Gods standaard. Nee, zegt de Bijbel, nee dat is niet zo. Soms denken christenen zo, religie denkt zo. Dan doe je het goed, dan mag je komen in het huis, dan mag je deelnemen aan het avondmaal, dan mag je zus, dan mag je zo, dan mag je zo. Nee, 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 nee. Nee, door de wet is immers kennis van zonde. De functie van de wet staat hier beschreven. De functie van de wet is dat er kennis zou zijn van zonde. Door de wet worden wij geconfronteerd met het feit, ik kan dit zelf niet. Ik ben zondig voor God. Maar de wet geeft niet de oplossing voor dit probleem. De wet komt met veroordeling, maar geeft mij niet de uitweg. Zorg dat ik leef vanuit veroordeling. Geef mij nog niet de uitweg, want de schepping wachtte. Tot het openbaar worden van de Zoon van God Jezus Christus, die voor ons de prijs betaalde, opdat wij bevrijd zouden worden van de macht van de zonde en daarmee ook weg werden gehaald onder de wet. We gaan hier meer van leren. Vers 21. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Dus hij zegt, je hebt de wet, maar de wet laten we even helemaal links liggen. De wet doet er helemaal niet toe. In dit verhaal waarin God Zijn gerechtigheid gaat geven aan mensen. Waarin God mensen rechtvaardig gaat verklaren. Waarin God mensen zondaren zoals jij en ik gaat zeggen, je bent rechtvaardig. Ik ga jou rechtvaardigen. Op dat, en ik ga jou zien alsof zonde nooit in jouw leven is geweest. Hij zegt dat is geopenbaard. De gerechtigheid van God is geopenbaard. Helemaal los van de wet. Stond er helemaal los van. De gerechtigheid van God is geopenbaard. Helemaal los van de wet. Waarvan door de wet en door de profeten is getuigd. Er werd al over geprofeteerd dat de tijd zou gaan komen. Ze leefde onder de wet in het Oude Testament. De wet en de profeten, die getuigden er al van, er zou er één komen. En die zou ons verlossen van deze, deze macht van de zonde. En de gerechtigheid van God zou geopenbaard worden. Ja, zelfs Abraham, die leefde voor de wet, die ontdekte dit al. Want ook Abraham werd gerechtvaardigd. Niet door werken van de wet, omdat er nog niet eens een wet was. De wet kwam pas bij Mozes. Maar hij werd gerechtvaardigd, de Bijbel zegt, door het geloof. Paulus onderwijst deze principes. Door het geloof werd hij gerechtvaardigd. Wat betekent gerechtvaardigd zijn? Dat betekent voor God kunnen staan zonder enig besef van zonde, zonder enige schuld, zonder enige tekortkoming, zonder enige schaamte of zonder enige schuld. Dat is wat gerechtvaardigd zijn betekent. <laughs> Alsof zonde nooit geweest is. Dat is de gave van gerechtigheid die God geeft en de wet en de profeten hebben er al van getuigt vers 22. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Christus Jezus in Jezus Christus. Het is nogmaals we hebben het over de gerechtigheid die van God geopenbaard los van de wet, helemaal los van dat hele systeem. Dat hele systeem konden we links laten liggen. God openbaarde zijn gerechtigheid door de openbaring van de Heer Jezus Christus door het geloof in Jezus Christus. Tot wie? Tot allen. En over allen die geloven. De gerechtigheid van God. Wat betekent dat? Schoongewassen van zonde. Schoongewassen van schuld. Schoongewassen van je verleden. Alsof zonde nooit een rol heeft gespeeld in je leven. De gerechtigheid van God, zoals alleen God mensen kan rechtvaardigen, is geopenbaard. Door het geloof in Jezus Christus, zegt het woord van God. Tot allen. Ja, voor mij ook. Ja, tot allen. En over allen die geloven. Want er is geen Onderscheid. Want er is geen onderscheid. En het Oude Testament leefde voortdurend met onderscheid. Weet je, die waren wel van het volk, die hoorden wel bij het volk. Het was immers alleen het Joodse volk. En daarin zijn ze ook bevoorrecht. En weet je, je hoorde er wel bij of je hoorde er niet bij. En het was exclusief. En, het... en nu zegt de Bijbel: Maar er is geen onderscheid meer. Het is gewoon simpelweg voor elk persoon die gelooft, komt de gerechtigheid van God wordt gegeven als een gave. Je krijgt een nieuwe natuur, je krijgt een nieuw hart, je krijgt een wederom geboren geest. Je wordt een nieuwe schepping en vervolgens ga je leren leven vanuit die nieuwe identiteit. Ephesus spreekt erover, Colossenses spreekt erover, Jezus spreekt er natuurlijk over, Johannes hoofdstuk 3, het hele, de hele lijn van het Nieuwe Testament. Petrus spreekt erover hoe wij ontvangen hebben van goddelijke natuur, de goddelijke DNA. En dat wij mogen leren leven vanuit geloof. En daar hebben we het met elkaar over. Niet de wet van het Oude Testament, maar de wet van geloof is een ander systeem, is een andere wetmatigheid. Er is geen onderscheid, vers 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Daarom is het ook voor allen. De gerechtigheid van God is voor allemaal, omdat we allemaal. Allemaal hebben gezondigd en allemaal tekortschoten. Dus omdat wij allemaal hadden gezondigd, inclusief het Joodse volk, inclusief alle volkeren, alle mensen zijn geschaard onder de zonde. Allen hebben gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God. En daarom heeft God het ook voor iedereen heeft die zijn gerechtigheid heeft hij beschik ter beschikking gesteld. Voor diegene die gelooft. Amen. Is het voor iedereen dan de alverzoeningsleer? Nee, geloof ik geen barst dan. Is volgens mij niet bijbels. Kun je niet, terug, kun, je, kun je niet hard maken in het woord van God. Het is voor wie gelooft. Het is voor wie gelooft. Maar wie het gelooft, die ontvangt het ook. Niet gebaseerd op werken, maar gebaseerd op het geloof wat komt vanuit God. Het is een genadewerk. Oh, halleluja. Zegt Efeze dit niet? Dit is eentje die je gewoon moet even erbij moet pakken. Hè? En dit is de overtuiging waar jij en ik in mogen leven. Dit is de overtuiging die ze roept van de bladzijde vanuit de, vanuit de Bijbel. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is een gave van God. Niet uit werk op dat niemand zijn, zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft op dat we daarin zouden wandelen. <laughs> Halleluja. Wij zijn gered. Uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Helemaal los van de wet. Helemaal los van de wet. Als ik terug ga naar de wet, dan ga ik terug naar eigen werken. Dan ga ik terug naar gerechtigheid proberen te verdienen. En dan leef ik in zonde. Dan stel ik mij opnieuw onder de macht van de zonde en ben ik terug bij af. Ben ik terug bij af. Laat ik zelfs mijn fundament Jezus Christus, laat ik achter mij, want ik ga weer terug naar het oude systeem. Ik laat achter me de gerechtigheid door God gepresenteerd, los van de wet. En ik, ik keer weer terug naar de wet, dan keer ik weer terug naar de zonde. En ik keer mijn rug, als het ware, naar het verlossingswerk van Christus Jezus. Nee, wij keren niet meer terug. Wij keren niet meer terug. Ja, ik ben een zondaar gered door genade. Nee, je was een zondaar. En nu ben je gered door genade. Dat zijn twee verschillende werelden. Dat zijn twee totaal verschillende identiteiten. Dat zijn twee geestelijk totaal verschillende identiteiten. Nergens in de Bijbel staat: Ja, je bent een zondaar gered door genade. Nergens staat er in de Bijbel. Er staat over zondaren dat zij, tot dat zij, dat zij nodig hebben om te geloven in de Heer Jezus Christus en daardoor redding kunnen ont ontvangen. Er staat in het woord van God, er staat hier heel duidelijk in 1 Corinthië hoofdstuk 6, ik heb het net al genoemd. Sommigen van u zijn dat wel geweest. We hebben het over zonde. In 1 Corinth 6, vers 11. We hebben het over allemaal ellende waar mensen in leven. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen. Dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars, rovers. Ja, zeggen ze. Ja, oh, zijn we niet allemaal zondaren? Zijn we niet allemaal zondaren? Nee, zegt hij, Sommigen van u zijn dat wel geweest. Jij was een zondaar, maar dat ben je niet meer. Zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Halleluja. Het zijn twee totaal verschillende werelden. Zoals een vlinder niet terug kan gaan naar de rups, zo ook kan de Nieuw-Testamentische gelovige niet terugkeren naar de wet. Vers 24. En wij worden om niet. Gerechtvaardigd door Zijn genade. Er is niks wat jij en ik er kan, aan kan doen. Ik kan niks toevoegen aan het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Ik kan niks toevoegen aan de genade vrijelijk aan ons gegeven. Ik kan niks toevoegen aan de gerechtigheid die God ons geeft. Dat Hij ons zondevrij en zondeloos verklaart. En totaal schoon was. En heiligd en rechtvaardigd. Ik kan daar niks aan toevoegen. Jij kan daar niks aan toevoegen. Het offer was zo volledig. Het offer van de Heer Jezus Christus was zo heilig. De prijs was zo groot. Wij kunnen daar niets aan toevoegen. Halleluja. En wij worden om niet worden wij gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Vers 25. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Hier hebben we het bloed, waar, we begrijpen de kracht van het bloed als we het Oude Testament begrijpen met de offerdieren die werden geslacht. En het bloed waarin het leven is, een leven voor een leven. De zonde moest voortdurend iemand anders moest dan. De Bijbel zegt het loon van de zonde is de dood. En zo in het Oude Testament zagen we dat dieren werden geslacht. Zij moesten dood. Zodat eigenlijk het loon van de zonde wat de Mens toekwam dat zij zouden moeten sterven. Een dier nam hun plaats in. En zo is Jezus Christus gekomen, niet een dier, maar het perfecte offerlam van God. Zie het lam Gods, wat de zonden van de wereld wegneemt, zei Johannes de Doper toen Jezus Christus kwam naar de Jordaan om gedoopt te worden tot alle gerechtigheid. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. door het geloof in zijn bloed. Zijn bloed is voldoende geweest. En zijn bloed heeft het bovennatuurlijke werk gedaan in jou en mijn leven. om ons een wederom geboren geest te geven. een nieuw hart te schenken, een nieuwe natuur is aan ons geschonken. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hier staat, God is voorbijgegaan aan de zonden die vroeger hebben plaatsgevonden. God was verdraagzaam voor alles wat er was, heeft afgespeeld. Hij was verdraagzaam over de zonden. Maar nu heeft hij gezegd, ik betaal de prijs voor elke, elke zonde, elke uiting van zonde. De volledige uitwerking van de macht van de zonde. Hij betaalde zelf de prijs door zijn zoon de Heer Jezus Christus te geven. Halleluja. Vers 26. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt Degene die uit het geloof in Jezus is. Wauw, de rechtvaardigheid van God spreekt alleen maar boekdelen van Gods gerechtigheid, van Gods goedheid, van Zijn genadevolle hart, hoe Hij liefdevol is, hoe Hij vol van liefde is. Dat is wat het doet. Dat is wat het doet. Wauw. Waar de wet zich volledig een spiegel is en mij de zonde laat zien, en mij een zondaar laat voelen, en mij in veroordeling brengt, daar. Is de rechtvaardigheid van God daartegenover is de rechtvaardigheid van God geopenbaard en wat laat die mij zien? Gods gerechtigheid, Gods grote genade. Ik weet dat ik dit niet heb verdiend. Je weet dat je dit niet hebt verdiend. Maar het is door Zijn gunst bewijzen. Het is door Zijn goedheid. Het is door Zijn liefde. Het is door Zijn genade. Het is door Zijn ontferming. Dat is wat hij bewijst met het offer van de Heer Jezus Christus. En daarom is het leven van de Nieuw Testamentische gemeente is niet intrinsiek gericht. Hoe zondig ben ik? En hoe zondig ben ik in mijn wezen? En waar zit nog zonde in mijn leven? De Bijbel zegt, word wakker voor de gerechtigheid. Ontwaak tot de gerechtigheid, zegt Paulus. En zondig niet. Dat is wat het is op het moment dat wij wakker worden in onze identiteit van gerechtigheid, is de, is de zonde vol voor goed voorbij. En je bent niet meer zondebewust, je wordt Godbewust. Dat is de Nieuw-Testamentische gelovige is niet zondebewust. De Nieuw-Testamentische gelovige is Godbewust. Zeggen we van, oh, er is geen zonde geweest in mijn leven? Tuurlijk wel. We waren hartstikke zondaar. Daarom hebben we Jezus Christus nodig. Wij waren een zondaar, maar nu zijn we gered door genade en een kind van God geworden. En in Gods kind, in Gods huisgezin wonen geen zondaren. Dat zijn kinderen van God, dat is een andere identiteit. Het oude is voorbij gegaan. Jij stierf, die zondaar stierf in het doopwater. Voordat, lopend naar dat doopwater, toen liep daar nog een zondaar. Maar in dat doopwater stierven wij met Christus. En wij stonden op in nieuwheid des levens. Op dat moment was de zondaar, die bleef achter in het water. Die stierf, die stierf in het graf met Christus. En toen jij uit dat doopwater kwam, toen stond daar de nieuwe schepping. Dat je zou leven vanuit nieuwheid des levens. Lees Romeino stuk 6, om die Goed begrip van te krijgen. Halleluja, vers 27. We zijn het afronden. Waar is dan de roem? Kunnen we nog roem in onszelf? Kunnen we nog enig iets vinden in onszelf? Zeggen: Oh, dat is door mijn toedoen. Dat ik een kind van God ben. Dat het zo gezegend gaat. Dat ik zo: Wauw, dat ik dingen op orde heb. En dat ik zo: hey, Halleluja, en dat ik zo goed mijn best doe. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Man, het offer van de Heer Jezus Christus is zo gigantisch gebaseerd op alleen zijn goedheid. Wij weten, wij, wij, wij waren allemaal zondaren. We misten allemaal de heerlijkheid van God. Maar God koos in zijn goedheid en zijn genade ervoor om de weg te openen en te zeggen... maar ik ga je schoonwassen, ik ga je rechtvaardigen, ik ga jou heiligen. Het was alleen en enkel en alleen, niks daarvan hadden wij verdiend. Het was enkel en alleen gebaseerd op zijn gerechtigheid en op zijn genade en op zijn liefde. Waar is de roem? Maar is uitgesloten. Wij kunnen alleen roemen in Hem. Wij kunnen alleen naar Hem. Als je dit realiseert, dan kun je elke dag, van de, elke dag van de week, elke uur van de, van de dag, elke minuut van het uur, kun je de Heer prijzen en loven. Omdat in het offer van de Heer Jezus Christus is Zijn goedheid en Zijn genade aan jou en mij betoond. Halleluja, eeuwig leven geschonken. Ja, niets is daar wat we zelf hebben kunnen doen om dat te kunnen verdienen. Het was gebaseerd enkel en alleen op Zijn genade. Waar is dan de roem? Het is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Hebben we ervoor gewerkt? Is dat de wetmatigheid? We hebben ervoor gewerkt en toen is het gebeurd. Nee. Hij zegt: Dit is door de wet van het geloof. En hier hebben we het vandaag over: de wet van het geloof. Geloof. De Bijbel spreekt over de wet van het geloof. Anders gezegd, de wetmatigheid van hoe het geloof werkt. Wat is die wetmatigheid van het geloof? Dat is sowieso iets waar we niet in kunnen roemen. Oh, ik heb geloof en ik kan daar trots op zijn. Nee, geloof is een gave van God. Geloof, ga ik ook, gaan we ook volgende keer zien hoe geloof komt, hoe geloof werkt. Maar de Bijbel zegt, wij wandelen niet, door, wij wandelen niet vanuit werken... Wij, werken, wij wandelen niet vanuit werken, wij wandelen vanuit de wet van geloof. Wij functioneren vanuit geloof. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Wij functioneren vanuit de wetmatigheid van geloof. En wat is de wetmatigheid van geloof? De wetmatigheid van geloof hoort het evangelie, gelooft het evangelie, beleidt het evangelie, ontvangt alle voordelen van het evangelie. Enkel en alleen op de goed, gebaseerd op de goedheid en de genade van de Heer Jezus Christus. Niets gebaseerd op jou en mijn werken. Niet omdat we onszelf opgewerkt hebben. Niet omdat we zeggen: ik heb het verdiend. Nee, het is allemaal hebben we het niet verdiend. Het is allemaal genade van God. En daarom mogen we het vrijelijk ontvangen. En mogen we ons hele leven, hart, geest, ziel en lichaam laten vullen met de liefde en de genade, de ontferming en de goedheid van God. Want het is enkel en alleen daarop gebaseerd. Alles wat we hebben van hem en alles wat hij ons dagelijks geeft. Zijn gunstbewijzen zijn nieuw elke morgen. <laughs> en dat is gebaseerd op de wet van het geloof. Ik geloof, ik heb het geloofd. Dat is het enige wat God van ons vraagt. Geloof het, geloof het. Halleluja. Vers 28, en wie sluiten we af. Die begin ik volgende keer, we pakken het hier weer verder op. Wij komen dus tot de slotsom. Wij komen tot de slotsom dat de, mens, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Het is door het geloof. Geloof is het poortje. Geloof is de wetmatigheid. Geloof is het principe waardoor we alles ontvangen wat God voor ons heeft. En dat heeft niks te maken met werken van de wet. Dat is het andere uiterste. Niks met werken van de wet. Alles te maken met de wet van geloof. De wet van geloof. Geloof neemt aan. Geloof hoort. Geloof, is over... geloof laat je toe in je hart. Je neemt het aan. Je ontvangt. Geloof trekt het naar je toe. Het is geloof, is de opening naar alles wat God voor je heeft. En er is dus een wet van geloof. Dat is wat we hier zien. Mensen raken dan soms van, ja maar er is toch maar één wet. Je hebt de wet, dus de tien geboden. Nee, 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 nee. Nee, ik ga daar volgende keer ga ik daar meer over zeggen. Het is zo boeiend, want zelfs in de natuur leren wij. Als we kijken naar de natuur, leren wij hoe de ene wet van een hogere orde is dan de andere wet. Ik ga daar volgende keer meer over spreken, prijs de Heer. Ik word hier zo enthousiast van, zoals je merkt. Prijs de Heer. Het is zo'n zegen wat God ons heeft gegeven. Wat een enorme rijkdom. Wat een enorme rijkdom. En wat een realisatie dat jij en ik daar niks voor hebben kunnen doen. Het is enkel en alleen wat Hij heeft gedaan. Enkel en alleen wat hij heeft gedaan. Ik heb het niet verdiend. Nee, jij hebt het niet verdiend, dat weet hij. En hij heeft het toch aan je gegeven. Oh, ik voldoe er niet aan. Nee, omdat je er niet aan voldeed. Daarom heeft Jezus Christus, die heeft eraan voldaan. En die heeft jou en mijn plaats, heeft hij, heeft hij, op, hij, hij heeft jou en mijn plaats ingenomen. Jezus, en, en Paulus zegt, toen hij stierf, toen stierven wij. Halleluja, halleluja. Toen stierven wij aan de zonde, opdat aan ons eeuwig leven kon worden geschonken. Wat een geweldig leven, een leven met God. Wat een openbaring om een nieuwtestamentische gelovige te zijn. Wat geweldig gaaf dat we niet meer leven vanuit de wet en dat de wet geen plek heeft in ons leven. De wet is gemaakt voor zondaren. Maar Jezus Christus is het einde van de wet voor de nieuwtestamentische gelovigen. Prijs de Heer. Misschien wil je erop reageren, maar ik zou je eerder aanraden en aanmoedigen om de uitzending van volgende week ook te kijken. Want dan ga ik hierop verder en gaan we het verder bekijken. Stuur je vragen of reacties kun je natuurlijk altijd sturen naar info.jubilee.nl Of gebruik een van de andere onderstaande e-mailadressen. Daar waar we kunnen, helpen we je verder. Amen. Weet dat je van harte welkom bent in onze zondagochtend samenkomsten. Elke zondagochtend om 10 uur. Hier in Geertruidenberg, in Den Bosch of in Breda. Binnenkort ook in Gorkum. Volgend jaar in de Waard. Dat is waar we op dit moment ons geloven. Waar we geloven dat de Heilige Geest ons toe leidt. Je kan ons volgen op de socials. Wees verbonden. Raak verbonden met alles wat God aan het doen is. Ook binnen Jubilee. We zijn zo gigantisch dankbaar. We groeien en we bloeien. Daar zijn we gigantisch dankbaar voor. En als je een gemeente hebt, dien daar de heren met blijdschap. Dien daar met de heren met volle teugen. Oh, wees een bemoediging voor de mensen om je heen. Wees het lichaam van Christus op de plek waar jij bent. Maak impact daar waar jij bent. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Ik wens je God zegen toe. Tot de volgende keer.